Assalamu alaikum, lieve meisjes en jongens. Daar ben ik weer met een nieuwe video. Dit keer ga ik jullie een nieuw opdrachtje geven, namelijk 3D kalligrafie maken. Dit keer zullen wij weer werken met twee potloden, maar twee verschillende kleuren. En ik zal jullie straks laten zien waarom. Jullie weten wat 3D inhoudt, toch? 2D is lengte keer breedte, maar 3D is lengte keer breedte keer diepte. Dus dit keer zullen wij diepte in onze kalligrafie gaan zetten. En dat kun je doen natuurlijk met schaduwen, want dat is een herkenning van diepte. Dus, zijn jullie er klaar voor? Dus, laten we gauw starten. Wat heb je nodig? Twee potloden. Het is dus belangrijk dat er twee potloden zijn van verschillende kleuren. En het maakt niet uit welke kleur. Het mag groen, blauw, paars. Ik heb in dit geval een bruine. En de andere is gewoon een schrijfpotlood. Oké. En je hebt een stukje plakband nodig en een vel papier. Zoals de vorige keer ga je deze weer aan elkaar vastplakken. Dus zo even hoog. En dan ga je met je plakbandje hoppa, vast aan elkaar. Oké, wat gaan wij nou maken? Het wordt salaam. En dit keer een 3D salaam. Dus een 3D, dat betekent een driedimensionaal. Het heeft dus een schaduw, een diepte, hè? Zoals je hier kunt zien. Het lijkt misschien heel erg moeilijk, maar ik zal jullie stap voor stap vertellen hoe je dat het beste kan doen. En geloof me, jullie kunnen het allemaal precies zo maken. Als je gewoon de stappen volgt. Oké, deze zetten we erbij. Dan gaan wij hiermee starten. Die zet ik even hier. Net als de vorige keer gaan wij hier ook weer vakjes in maken. Je vouwt hem eerst en zo door de helft. Dit systeem is een heel goed systeem en ik gebruik dit echt heel vaak, want ik heb ook zo leren tekenen. Ik heb ook zo portretten leren maken, auto's leren tekenen. Zo door de helft en dan daarna weer door de helft. Oké. Nu heb jij alweer een vel met 8 vlakken. Wij gaan ze nummeren. 1, 2 en 3. Hier zie je diezelfde nummers. 1, 2 en 3. En dit is dan om aan te geven waar je een bepaalde letter start. Oké. Goed, wij gaan dus hiermee nu de kalligrafie maken. Ik zal jullie gewoon stap voor stap vertellen wat je moet doen. De scene start je een beetje hier, precies in het midden van de laatste vlak, rechts onderin. Nabij streep 2 en een beetje hier in het midden. Belangrijk dat als jij je bruine boven houdt en je grijze onder, dat je dat dan gedurende het hele werk zo doet. Want dan zul je die schaduweffect krijgen wat je hier ziet. Want wat geeft dat aan? Het licht valt van de ene kant. Dus in dit geval valt jouw licht vanuit de linkerkant. En dan valt dit zeg maar een beetje in de schaduw. En zo zie je dan een beetje 3D effect. Oké, cool. Laten we starten. De scene. Dit is stap nummer 1. En je gaat gewoon dwars door elkaar heen. En dat is helemaal niet erg. En dat is trouwens de bedoeling ook. En dat is stap nummer 2. En dan, hoppa, streepje. De lange streep naar boven. En die maak je helemaal parallel langs streep 3. En die ga je met de bruine dichtmaken. Dit is belangrijk, ja? Dit is weer belangrijk. Deze ook, zowel deze als deze, beide zijn met de bruine dichtgemaakt. Oké, en de bruine blijft dan ook boven. Alweer nu we ook de lijm gaan maken. De lijm is een klein beetje ingewikkeld, want hij begint eerst heel dik. Kijk, nu wordt hij eigenlijk nog dikker. En dan wanneer je bij streep 2 bent, kijk hier, precies bij streep 2, ga je hem ineens dunner maken.
Dus die punt gaat net over streep 2. Niet heel veel, maar dan zie je dat die precies daar dunner wordt. Hoe maak je hem dunner? Door te draaien, langzaamaan. En langzaamaan draaien. Hoppakee. Zie je wel? Hier is hij dik, 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 dik. En dan opeens ga je draaien, dan wordt hij hier ineens dun. Oké, dat is de lam. Hier heb je de sien en de lam. De elif. Die ziet er echt super mooi uit. Mooi lusje. Dat gaan wij hier opnieuw doen. De elif. Hoppa. Dwars door streep 2. Dwars door de horizontale vouw. En hij gaat hier ook eindigen op een punt. Ik heb hier een klein beetje licht. Ik moest ietsje harder duwen. Maar het maakt niet uit. Ik kan hem altijd nog corrigeren. Zo. En opnieuw ga je met de bruine het dakje maken. Zo. Een mooie dak. Oké, nu gaan wij de meme maken. Let erop dat je de bruine niet intussen draait. Hè? Dat hij dan onderin zit. Nee, hij moet boven blijven. Yes? Oké, dus zoals je ziet, hier is de elif, hier is de lam. De meme komt precies hier mooi in het midden. En hij zal stoppen nog voor streep 1. Hier zie je streep nummer 1. En de meme eindigt daarvoor. Deze twee vlakken zijn dus helemaal leeg. Je maakt eerst een krulletje recht naar beneden. Een prachtige mooie krul. Wauw. Oké, en dan, je houdt de bruine nog steeds boven. Ga je draaien. En die gaat richting de elif. Kijk. Dan trek je de streep dwars door de andere vorm heen. En je trekt hem heel mooi. Je maakt een prachtige mooie lus. En hopsakee. Voordat streep 1 komt, hè, maak je je punt. Dat is hem. En natuurlijk moet je er weer op letten. Dit moet je weer met de bruine potlood dichtmaken. Kijk eens. Dit is eigenlijk nu de basis. Je kunt natuurlijk mooie decoraties erbij doen. Hè? Zoals wat ik altijd leuk vind. Hè? Zo. Hoppa. En je kunt de harakats. Hè? Dus de fatha kun je erbij doen. Dat kan. Hoeft niet per se. Maar het mag. Oeps, met de bruine natuurlijk moet je het dichtmaken. Hè? Zo. Ik kan er ook wel eentje. Hoppakee. Zo. En je kunt hem eigenlijk zo volmaken als dat je maar wil. En je kunt hier ook een hartstikke mooie decoratie dingetjes. Hoppa. Deze worden vaak gebruikt in de kalligrafie om te decoreren en om op te vullen. Maar ze hebben verder niet echt een betekenis. Deze, dit heeft wel een betekenis. Dit is een sukun. Dus dit zorgt ervoor dat de meme stopt. Dus dat is het woord salam stopt bij de meme. Dan gaan wij nu starten met eindelijk inkleuren. En zoals je hier ziet, hè, deze kant is donker en de andere kant is licht. Wat je vooral moet onthouden is dat de donkerbruine kant op zijn allerdonkerst wordt. En wij gaan alleen nog maar met één potlood kleuren. Dus je kunt hem ja, of uit elkaar halen of je kunt gewoon een andere schrijfpotlood gebruiken. Maar wat heel belangrijk is, is de donkerbruine, dat wordt super donker. Oké? Dus donkerbruin of groen of blauw, welke kleur je ook hebt gebruikt. Hè? Dus die wordt op zijn donkerst. En daar begin je ook eigenlijk met een beetje zo donker inkleuren. En op een gegeven moment ga je dus lichter en lichter. Hier wordt hij zo licht dat je bijna je papier niet aanraakt. En hij gaat hier donkerder, donkerder. En zie je, die overgang is heel erg subtiel. Eigenlijk is dat de truc. Dat hij aan de ene kant super donker is, hè, zoals hier. En dan wordt hij lichter, lichter. En hier is het zo licht dat jij je papier bijna niet aanraakt. Zo ga je dus de rest ook maken. Maar let erop, steeds bij de bruine beginnen. Want die moet het allerdonkerst worden. En dan ga je weer iets lichter. Hier is hij nog wel donker, maar hier is hij super licht. Zo licht dat je hem bijna niet aanraakt. En dit zal een heel mooi effect geven. Nou,
Heel erg licht. En hier is hij weer ietsje donkerder. Kijk eens, hier ga ik weer ietsje harder drukken. Zie je wel, zo krijg je een super mooi effect. Maar je moet er wel op letten dat die overgang heel subtiel is. Dus als je ziet van, bijvoorbeeld hier zie je best wel een donkere overgang. Hè? Nou, je mag hem dan best eventjes een beetje mooi subtiel laten lopen. En eigenlijk ga je zo bij de hele kalligrafie doen. Bij het hele woordje salam maak je de kant van de potlood maak je super licht. En de kant van de kleurpotlood, dus de gekleurde kant, die maak je gewoon wat donkerder. En je moet erop letten dat je hem heel subtiel laat overgaan van donker naar licht. En dat randje, die mag je zelfs op zijn allerhardst passen op dat je niet je potlood breekt. Moet ook alweer niet zo hard dat je potlood kapot gaat. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar gewoon dat je een mooi tintje krijgt. En ik denk dat ik dit nu een klein beetje ga verder spoelen, zodat we een beetje snel er doorheen kunnen. Hij is eindelijk af. Alhamdulillah. Ik hoop dat het jullie ook is gelukt zoals het mij is gelukt. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Mocht je het leuk vinden, mag je het een keer naar school halen om te laten zien wat jullie hebben gemaakt. Dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop ook dat het is gelukt. Laat me zeker weten hoe het ging. En inshallah, tot de volgende keer. Assalamu alaikum.